Nou ja, het is natuurlijk wel zo, denk ik, met name voor buitenlandse jongens ook, dat dit kunstgras is net iets hoger. Bijvoorbeeld, je hebt Emmen en Spakenburg, dat is echt van dat lage, afgetrapte kunstgras. En hier lijkt het soms of je een beetje op ijs glijdt. Ik weet niet of je dat wel ziet, als die bal, zeg maar, als je die een tikje geeft, dan glijdt die net iets verder door. En ik denk dat daar spelers wel aan moeten wennen, maar dat is natuurlijk geen excuus. Uiteindelijk had je er zelf geen last van. Nee, ik ben in mijn jeugd opgegroeid op kunstgras, dus ik wist wel een beetje hoe het werkte. Ja, we hebben het met Marco van Ginkel ook meegemaakt. Die speelde ook niet op kunstgras. En dat geldt ook voor Olivier. Dat zijn keuzes van spelers, ja, dat moet je toch respecteren. Want, maar ja, we hadden hem eigenlijk hard nodig vandaag. Want je ziet toch dat Jordan eraf moet. En dan moet je met Torgan naar rechtsback. Dat heeft hij heel goed gedaan, hoor. Maar ja, je hebt iedereen hard nodig.